Welkom, Reggie. Je bent een echte judomoeder van twee zoons. Ja, klopt. Ik heb twee zoons, Sander en Tijmen. Ze zijn 9 en 10. En de Sander judoot inmiddels 4 jaar en Tijmen 3,5. Oké. Hoe zijn ze zo op, in het judo terechtgekomen? Eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant via opa, die zelf jaren gejudoot heeft en in judobesturen gezeten heeft. En die daar heel enthousiast over was. En aan de andere kant, via mijn werk als CESA-therapeut, heb ik heel veel kinderen ook richting judo gestuurd om ze zelfverzekerder te laten worden. Dus die twee wegen kwamen samen. En zo kwam de oplossing richting judo, na de zwemles. En vonden de jongens dat ook meteen leuk? Ja, die waren meteen enthousiast. De jongste wilde heel graag mee, maar was nog te jong voor de leeftijdsgrens van de judoclub. Dus die heeft de eerste half jaar mee zitten kijken. En die stond daarna te springen om mee de mat op te mogen. Die sfeer op de club is wel heel bepalend om er meteen lol in te hebben. Ja, ze krijgen alle kans om te groeien, om fouten te maken, om het opnieuw te proberen. En ze worden enorm gestimuleerd. Dus eigenlijk allerlei aspecten die je in een opvoeding van een kind graag terugziet, vond je daar ook terug op de judomat? Ja, en voor ons als ouders ook heel gemoedelijk. De trainers zijn heel goed toegankelijk, het bestuur is goed toegankelijk. Dus als ik vragen heb als ouder, kan ik daar ook mijn ei kwijt of mijn vragen kwijt. Dus met de ervaring die je nu als judomoeder hebt, zou je dat dan andere ouders ook wel willen aanbevelen om je kind daar naartoe te sturen? Ja, absoluut. Ze doen nu een aantal jaren aan judo. Welke rol is dat nu eigenlijk voor hun gaan spelen in hun leven? Wat betekent dat voor ze? Die vraag heb ik ze gesteld. En het eerste wat ze zeiden is van, het heeft me sterker gemaakt. Het heeft me meer zelfvertrouwen gegeven. Ik durf meer mijn mannetje te staan. Als er iets is, dan durf ik gewoon te blijven staan. Omdat ik weet dat ik mijn judotechniek kan gebruiken als het in noodzaak nodig zou zijn. Je mag niet judo buiten de mat. Maar als het echt noodzakelijk is, dan durf ik het wel. En dan weet ik ook dat ik het kan, dat heb ik geoefend. Judo heeft hen dus ook meer zelfvertrouwen gegeven. Merk je verschil in hun doen en laten, hun gedrag door het judo? Ja, zeker weten. Op de judo leren ze echt wel een niet-piepen mentaliteit. Als je pijn hebt, heb je pijn, dat is prima. En als je geworpen wordt, kun je ook pijn hebben als jij zorgt dat je je niet goed afslaat of niet goed valt. Ja, een stukje eigen verantwoordelijkheid. Maar ga dan gewoon door en probeer het weer opnieuw. En dat stukje niet piepen, maar doorzetten, ja, dat zie ik wel heel duidelijk dat ze op de judo geleerd hebben. Proberen we ze als ouder ook wel mee te geven, maar vreemde ogen, daar werkt toch net wat beter. Ja, ja, je moet ook wel een beetje in de groep. Judo geeft natuurlijk wel ook wel een nette etikette en structuur aan de les. Is dat iets wat je nog terugmerkt? Daarna, naast het judo, over discipline, structuur? Ja, respect hebben voor de ander, die zie ik wel heel duidelijk terugkomen. Doordat er in de judogroep natuurlijk ook best wel wat niveauverschil zit. Op het moment dat je judo met iemand die wat minder lang judoot, dan zorg je ook dat je daar rekening mee houdt. En dat zie ik ook gewoon in het dagelijks leven terugkomen. Maar ook een tandje extra durven zetten op het moment dat je iemand tegenover je hebt die net een stapje verder is. Je ziet je zoons nog wel lang in het judo rondhangen en zelf als ouder dus eigenlijk wel weer voorlopig nog naar de judoclub. Ik hoop het. Ik vond het heel leuk om pas in een vriendenboekje te zien staan met wat wil je laten worden. En dan stond judoleraar. Toen dacht ik, check, de judo heeft jou in ieder geval echt geraakt. Ja. En het feit dat je je tablet vrijwillig aan de kant legt om te gaan judoën. Van jongens, het is nu tijd om te gaan en de tablets gaan dicht en de tv gaat uit zonder enig morren. Ja, is voor mij wel een heel duidelijk teken dat ze met alle plezier gaan. Nou, ik wens jullie nog heel veel plezier. Dat ze plezier hebben, dat is me wel helemaal duidelijk geworden. En dat het ook leuk is om als ouder te zien hoe je kinderen zich zo ontwikkelen. Ik herken het en ik wens jullie heel veel plezier mee. Dankjewel.